En de stopmachine is een machine met grote ijzeren staven. En die staven die gaan het spoor in. En door trillen worden de stenen in het spoor worden verdicht. En daarmee krijg je weer een nette lichting van het spoor. Dat doen we omdat door het gebruik van het spoor, door de treinen, het spoor zo langzaam de ligging achteruit gaat en minder vlak is. Als je moet vergelijken met een bed, als je dat te lang laat liggen, dan wordt het een beetje, zakt het een beetje in en dan wordt het opgeschud. En dan datzelfde doe je ook met de ballast onder de dwarsliggers. Je schudt hem op en dan wordt hij weer dichter en dan blijft het spoor netjes strak erin liggen. Orel investeert dagelijks rond de 1 miljoen aan onderhoudsactiviteiten en daar worden ook vaak stopmachines bij ingezet. Omwonenden zullen daar zeker iets van merken, omdat als de stopmachine werkt, dan maakt die geluid en dat hoor je. En het werk gebeurt meestal 's nachts, dan is dat storend. Maar na de werkzaamheden zullen de omwonenden juist minder overlast hebben, omdat de trein soepeler over het spoor heen gaat.